gezet. In de avondzon varen we vanaf Spaarnhem-Oost langs de Mooie Nijl richting het Spaarne. De fort wat onderdeel is van de stelling van Amsterdam. Ja, ja, zie je hier nog iets van? Daar zit een evenementenclub in nu. Kijk, deze meneer is lekker met zijn kinderen aan het zeilen. Die krijgt zeilles. Maar heb je ook geschiedenis gestudeerd of kunstgeschiedenis? Of waar komt je belangstelling? Het komt natuurlijk mooi uit als je rondvaart en organiseert. Ja, zeker, zeker. Want het is alleen maar een stad van geschiedenis. Ik heb tijdens mijn opleiding ruim 3 jaar kunstgeschiedenis gehad. Dus daar, dat is een van de pijlers onder mijn bedrijf. In de periode november tot en met maart kan ik heel veel tijd aan muziek besteden. En het is allebei leuk? Superleuk! Ja. Wat is dit dan? Dit is de voormalige machinefabriek van Figé. Die maakte kranen, hijskranen voor in havens. De scheepswerf van Zuidam. Het enige restaurant waar je met je bootje voor kan varen en in je bootje kan direct aan het restaurant kan dineren. Hier voor ons is de houtmarkt. Daar zou Keno Simons dochter Hasselaar haar houtbedrijf gehad hebben moeten. En hier aan stuurboord passeren we het Tijlers Museum. Dat is dezelfde Tijlers van het Hofje wat we net zagen. Dat is het oudste museum van Nederland. Oudste museum van Nederland, ja. Hi. Hallo. En hij staat er scheef op. Hij leunt naar het westen toe. Maar een prachtige laatgotische kerk.